Al wekenlang is Pokémon Go een regelrechte hit. In heel Nederland, dus ook hier in Maarsen. En vanavond zijn we hier bij Zwembad Safari om Pokémon's te vangen. En natuurlijk met de liefhebbers te praten over Pokémon en de mooie plekken van Maarsen. Hoe werkt Pokémon? Nou, je loopt over straat en je hebt een soort van een poppetje wat dan, dat ben jij. En door je GPS loop je dus, kan je dus zien van waar je loopt. En zo zie je dus zo van, dan loop je over straat en dan kom je dan een Pokémon tegen. Die plopt in één keer tevoorschijn. Kan je erop tikken. En dan kom je dus eigenlijk een beetje in de battle fase. En ja, dan kan je je Pokéball gooien en dan hopen van dat hij raakt. En dan heb je hem gevangen en dan ga je op zoek naar de volgende. We begonnen eigenlijk een beetje aan 3-4 weken terug. En toen kwam ik hun eigenlijk allemaal tegen. En want je kende ze nog niet? Nee, dit zijn echt allemaal nieuwe vrienden van ons. Maar dan wie is ons? Jasper, Arlon en eigenlijk deze hele groep nu. We begonnen eigenlijk heel klein. En toen zeiden we van, joh, we gaan een WhatsApp groep maken. En dat werd eigenlijk steeds groter en groter. Nu zijn we iets met 26 man zijn we nu samen. Ja, we komen echt 2 minuten geleden aan. En gelijk hoog in het publiek, dat komt ook mooi. Hey, maar we spreken af dat jullie het rustig houden. Ja, dat we geen melding met jullie krijgen. Nee. Dan ga ik ook afspreken met degene die gebeld heeft. Als hij weer gaat bellen, dan houdt in dat ze het weer overlopen. Gaat hij gewoon meteen nog. Dan ga ik jullie wegsturen. Ja. Dat zo afspreken? We hebben zojuist een melding gekregen van overlast. Ik hoor heel veel positieve verhalen, maar dat is toch een klein negatief puntje. Ja, klopt. We krijgen heel veel negatieve berichten en zo van politie, omdat er heel vaak mensen komen met bijvoorbeeld scooters en zo. En dan gaan ze allemaal van die geluidjes maken of met harde muziek. Terwijl wij normaal redelijk rustig zijn. Bjorn, wat zien we hier? We zien hier een tattoo van 3 van mijn favoriete Pokémon's. Gastly, en Gengar. En het mooie is, 3 weken geleden is begonnen en jij dacht, ik zet ze gelijk. Ik heb ze nu een half jaar, denk ik. Ja. Ja. Eigenlijk een soort profeet. Je hebt ze al gezet en toen kwam het. Nou, ik wist al 2 jaar dat Pokémon Go eraan zat te zitten. Goedenavond, meneer. Ik denk dat u Pokémon aan het spelen bent. Toevallig wel, ja. Hoe komt het toch? Ja, gewoon geinig. Wat is het leuke eraan? Het leuke is dat je rondloopt en er komen allemaal dingetjes omhoog die je kan vangen. Ja. Dus dat vind ik het grappige eraan. Als ik hier zit, dan hoor ik allemaal dingen waar ik zelf nog helemaal geen weet van heb. Maar ik leer. Ben je iemand van de eerste uur of dat niet? Nee, zeker niet. Nee, door mijn zoontje. Samen met mijn zoontje ga ik lopen. Hij had geen internet, ik wel. En dan mocht hij via mij, mocht hij lekker dat doen. In je ene hand een longboard, in je andere hand je telefoon. Dat klopt. Waarom is het nou zo gaaf? Ja, ik weet niet. Het is gewoon, mensen komen buiten en het is Pokémon, dus het is sowieso nostalgie. Ik ben ondertussen even mijn eieren aan het laten uitkomen. Ja. Maar ja, ik weet niet. Iets onbeleefd, joh. Ja, sorry. Ja, Pokémon, hè, is belangrijk. Ik zal wel even wegstoppen. Hoe belangrijk vind je het? Ga lekker door. Ja, heel belangrijk, hoor. Het is voor mij mijn jeugd. Ik ben opgegroeid met Pokémon. Zo, goeiedag. Nog even gezellig een rondje lopen. Ja, nog even een rondje lopen, inderdaad. Ja? Ja. En ga je dan voor haar? Of ga je dan stiekem gewoon voor de Pokémon? Voor beide, toch? Voor beide. Je kan het mooie allemaal combineren. Ja. Ja. Hoe is dat je ineens minder aandacht krijgt? Minder aandacht, dat zou ik niet willen zeggen. Eerlijk gezegd, eigenlijk meer aandacht. Meer aandacht? Ja, ja. Waarom? Nou ja, dat is gewoon een soort quality time wat je nu met elkaar doorbrengt. Ja, toch wel? Ja. Maar je kijkt zoveel naar je telefoon, denk, lijkt me. Ja, nou ja, je kan een beetje multitasken natuurlijk. Ja, toch wel? Ja, vrouwen kunnen dat. Ja. Hey, wat is er nou zo leuk aan? Dat je een beetje buiten komt. Het is lekker mooi weer. En heb je wat te doen. De kleine ligt op bed. En u dacht, of jij dacht, zo, ik piep er lekker tussenuit. Nou, meestal gaan we samen. Ja. Ja. Maar nu dacht je, laat die vrouw het maar uitzoeken thuis. En die ligt ook al op bed. Die ligt ook al op bed? Die ligt ook al op bed. Kijk, dat heb je goed voor elkaar. Dat bedoel ik. Ja. Ja. Hoeveel heb je al gevangen? Verschillen of alles bij elkaar? Alles bij elkaar. Ik zou het bij God niet weten. Ja. Te weinig. Wel, hè? Ja. Is hij een Roetman? Ja, dat klopt, ja. Ja, wie kent hem niet? Ja, heel veel. Welk team ben je? Ik ben geel. Geel. Waarom? Instinct, hè. Alles komt vanuit je instinct. Ja? Ja. En waarom dan geel? Ja, geel is ook een leuk team. Ja? Ja. Waar in Maarsen moet je zijn? Ja, in Maarsenbroek kan je op allemaal verschillende locaties. Bijvoorbeeld bij Safari. Heel veel locaties waar je een paar Pokéstops zijn. En natuurlijk als je wilt geloven en naar de kerk wilt gaan, dan kan je bij de Ark natuurlijk welkom zijn in de Duivenkamp. Zijn er ook Pokémon's? Ik geloof dat er een locatie is in de Ark. Kijk, hartstikke mooi.
Een Pokestop. Dus komende zondag allemaal Pokémon vangen in de Ark? Ja, je kan er gewoon gezellig binnenkomen en dan kan je even wat vangen en dan kan je daarna meeluisteren met de dienst. Nou, hartstikke mooi. Ja. Succes. Dankjewel. Ja, terwijl het hier donker wordt, ga ik lekker naar bed. En ik denk dat de mensen hier om mij nog uren zitten te vangen. Doei.